We rijden mee met de regio Haaglanden in Zoetermeer op het Prinses Maximaplein. Surveillante Paul en Henry zien hoe de bestuurder van een Citroën ZX niet de verplichte rijrichting op de rotonde volgt. Ja, dat is een dubbele, dat is een doorgetrokken streep. De surveillanten zetten de achtervolging in en verderop is het weer raak. Gaat iemand gaan proberen een doorgetrokken streep? We pakken de A12 richting Den Haag. Daar staat hij van voor gesorteerd. En wat gaan we nu weer beleven? We hebben vijf wat uit het raam. Kijk, hij is ook met andere dingen bezig. Oké, ik ga er nu overheen. Paul seint motoragent Ton in, die de surveillanten vandaag bij hun dienst assisteert. Ton, kan jij nog even kijken wat hij gaat doen? Gaan wij er even af bij de techzaken? Ja, neem maar mee. Motorrijder Ton constateert dat de bestuurder ook nog eens mobiel zit te bellen achter het stuur en geeft de man een stopteken. Goedag, heer. Hoi. Hoi. Voor verkeerspits, je rijbewijs ook graag even gezien. Ik wil even aanspreken op twee dingen voordat mijn collega verder met die raad. Telefoneren onder het rijden of een mobiele telefoon in die handen, dat is niet goed. Daar ga ik een bekeuring voor. Mm. En het tweede is, als ik u een volgtegen geef... Ja, maar luister eens, ik heb aanst. Nee, nou ga jij even naar mij luisteren, dan volg je de politieagent. En dan ga jij niet de regeltjes maken. Wat? Schrijf de boete uit, dan kan ik verder. Ik heb ook haast. Oké. Ik weet niet waarvoor dit is, misschien wegmisbruikers of zo. Ik heb geen flauw idee, maar... Als we even met mij mee willen lopen... Dan kunnen we de videobeelden even terugkijken. Maar daar blijkt de bestuurder toch geen trek in te hebben. Die beelden hoef ik niet te zien. Je hoeft geen beeld te zien? Nee. Die beelden schrijf die boete uit. Ah man, waar heb je het over allemaal, joh? Ah, ik wilde u even laten zien dat u ons inhaalt over het voorsteervak bij het Maximaplein in Zoetermeer. Mm. Dan kiest u ervoor om ons voorsteervak van linksaf om ons in te halen en dan vervolgens op het kruisingsvlak rechtdoor te gaan. Mm-hmm. Daar krijgt u sowieso procesverbaal voor. Een procesverbaal? Dat is een bekeuring. Mm. Vervolgens wilt u de autosnelweg A12 wilt u volgen. En dan haalt u net nog even een voertuig in over de doorgetrokken streep. Dat heb ik niet gedaan. Dat heeft u niet gedaan. Nee. Nou, daarom wilde ik u even de beelden laten zien. Dan kunt u zien wat u daarbij doet. Ja, bij het Maximaplein, dat klopt. Toen ben ik van het laatste moment van baan veranderd. Ja. Ja, dat deed ik net iets te laat. Daar heb je gelijk precies, in. Precies. Maar... En als, het is een rotonde daar. Dus als u gewoon weer drie kwart was gegaan, had u op hetzelfde punt gezeten. Het is als mijn collega oplet. Ja, maar om de aanrijding te voorkomen. Ja, klopt. Dus okay. Je bedoelt de later op de snelweg maakte ik een beetje een beweging of zo met mijn stuur. Toen zat hij nee. Achter mij. Ja, precies. Dat was de instantie. Daar gaat het over, of wat? Nee, ik bedoel, voordat u wil de auto sneller opgaan, dan moet u de uitvoering nemen. Mm-hmm. En dan haalt u dat zwarte voertuig er nog in. Dat zou kunnen, maar heb ik dat vroeger gedaan? Dat denk ik niet. Nee, te laat. Ja, net op het nippertje te laat. Oké. Ja? Oké. Okay. Daar krijgt u een bekeuring voor. Ook daar, dus hoe moet schrijven die nou uit? Ik krijg drie bekeuringen. Ja. Ik denk, dat is een beetje veel, man. Ja, maar waarom vindt u dat te veel dan? Ja, te veel. Jullie volgen me net zo lang tot jullie wat kunnen schrijven, man. Doe normaal, waar heb je het over? Schrijf twee boetes uit, laat maar gaan. Is het nu duidelijk dat ik door uw rijgedrag aandacht trek? Ja, maar weet je wat het is? Ik krijg je aandacht. Weet je wat het is? Ik ben bezig met crème insmeren. Ik heb last hier van zonneallergie. Ik was even crème insmeren tijdens het rijden. Daarom ging het een beetje fucked up allemaal, snap je? Dus ja, maar okay. Ja, drie boetes, man. Kom op, wat is dat, joh. En ik begrijp dat u het huisvuil niet in uw auto kunt houden onderweg. De servetjes die u al rijdend uw auto verlaten. Ik rijd de auto verlaten. Ja. Ik heb niet eens een vetjes in mijn auto. Nee, dat klopt. Die liggen nu op de snelweg. Nee. Ja, neem het gewoon even mee naar huis. Gooi het gewoon netjes weg. Ja, want als een motorrijder rijdt en die krijgt... Okay. En dan had deze wijsneus nog een belangrijke mededeling voor het Nederlandse publiek. Ja hoor, het is duidelijk. Heeft hij wel zo'n EMG, hoor. Een informatieve maatregel van het gedrag. Nee. Dan ziet hij niet dichtbij de man. Gewoon zo door blijven gaan? Ja, zo door, maar ja. Dan heeft hij, dat krijgt hij zo in de cursus van 3 dagen, mag je zelf van de taal af en de vader. Ah, die ken ik wel. Die heeft hij al eens gehad, of niet? Nee. Ik heb geen puntje meer uit bij, zo. Ik ben gewoon netjes. Moet hij vooral zo door blijven gaan, want je zit er heel dichtbij dan. Nou, ik betaal de boetes, dus ik rijd lekker hoe ik wil rijden. En jullie me aanhouden, hebben jullie ook wat te doen. Ja. Dat toch? Dus ik geef aan dat ik haast heb. Zo rijd ik niet altijd. Nee. Ik geef aan dat ik haast heb. Ja. Nou, ga dan maar gauw verder naar je vrienden, want die zullen dit vast een heel goed verhaal vinden. Ik heb haast, Johnny's wachten. Adios. Ja, de groeten, maar houden we de boel wel heel? Ai, je poten, man.
Dit is wat je noemt een kop-staartbotsing. En dat moet je bij motoragent Ton nou net even niet doen. Ja, jij kunt erom lachen, maar ik kan er niet om lachen, hoor. Pak eens even twee tellen. Ja. Bij de schade, hoop ik. Maar geldt het voor jou ook niet? Nee, nou, ga ik soms wachten. Rijden is een gave die aan deze bestuurder niet is besteed. Hij krijgt een boete voor het bellen, de doorgetrokken streep en het voorsorteervak. Samen €480.